Okay. Fuck, oh, de aanslag is begonnen. Okay. Fuck. Oké, okay. Oh, we zijn inderdaad in ieder geval naar achter, jongens. Okay, schiet. Go, go, go. Oh, het ziet er hier van buiten ook totaal niet meer uit. Door die explosie van die Elios is echt heel mijn dak en ja, hier ook heel de muur kapot. Als het nu gaat regenen, alles wordt binnen nat en... Aan de andere kant, ik kan op zich ook wel begrijpen. Het is natuurlijk zijn grootste aardsvijand en in één keer is hier alles in het huis geel en... Maar goed, het is allemaal wel een beetje uit de hand gelopen. Ben ik heel erg benieuwd natuurlijk wat Dylan er wat dat betreft van vindt. Ik kan even gaan kijken of hij natuurlijk aanwezig is en... Ja, of ik me misschien iets kan uitleggen, hoewel ik ben benieuwd of hij mij überhaupt nog door wil staan aan dit alles. Want ja, ik snap natuurlijk ook dat als je dit zo ziet en zo je kelder meemaakt, als je het al heeft gezien, dat hij zo zegt van, ik geloof het allemaal wel. Downtown, Witte Huis, 5 over 8. Kogels, Glock 17, Elias hoofd en Duffy kleding? Wait a second. Elias, kleding, wapen, Witte Huis? Wil Elias nou serieus dat ik een president ga omleggen? What the fuck? Ik krijg wel... Okay, wat we waarschijnlijk moeten doen is we moeten... Waarschijnlijk iets doen bij het Witte Huis in naam en opdracht van de gang. Om onszelf te bewijzen tot hoe ver willen wij daadwerkelijk gaan voor de RVE-gang. Dan heb ik zoiets van, laat ik dan voor de zekere maar wat dingetjes ook thuis, I guess. Voor het geval als dadelijk iets fout gaat of zo. Laten we wat dingetjes hier thuis doen. Of weet je wat, we kunnen dit inderdaad wel gewoon allemaal thuis laten. En dan gaan we gewoon eerst maar even rustig gewoon die kant op. We kunnen dit wel gewoon netjes aantrekken. Het ziet er gewoon netjes uit. Gun mee, kogels mee, dan doen we het masker nog niet op, want ja, waarom zou ik nu in godsnaam met Elias masker gaan rondlopen? Mobiel, doen we een mobiel mee? Dat kan op zich wel. Oké, dan hebben we nu nog een klein kwartiertje om ze helemaal klaar te maken en dan 5 minuten daarna zal het allemaal wel los gaan barsten of iets. Ik heb werkelijk waar geen idee wat op dit moment gaande is dat ik daar nu naartoe moet of wie daar verwacht wordt, maar het lijkt me wel als letterlijk Elias mij daar naartoe gaat sturen, dan moet het wel de real deal zijn. Dus ik moet nu vanuit de helikopter naar Cosmo, dan naar Downtown en dan, I guess, richting het Witte Huis. Oké, eindelijk aangekomen hier bij het hek van het Witte Huis. Ik twijfel wel een beetje of ik dit daadwerkelijk moet gaan doen. Alleen aan de andere kant denk ik van, ja, dit is waarschijnlijk mijn enigste en laatste kans om te bewijzen dat ik echt RVE ben. Dat ik voor Mirelaars door het vuur wil gaan. Dus ik denk ook maar dat we gewoon de masker op gaan zetten. En dat we naar binnen gaan lopen en maar gewoon gaan kijken wat hier binnen allemaal te beleven valt. Ik heb werkelijk waar geen idee wat ik er allemaal van kan verwachten. Ik weet wel dat ik netjes op tijd ben en dat ik zoiets heb van, let's freaking go. Het is hier daadwerkelijk gewoon het enorme Witte Huis. Moet je zien, what the freaking hell. Het staat hier op beveiliging. Daar, hallo beveiliger, hallo. En ook hallo. We gaan maar gewoon naar binnen toe, denk ik. En kijken wat dit allemaal is. Holy shit. Moet je zien, dit is gewoon binnen in het Witte Huis. Dit is echt werkelijk maar insane. Enige nadeel wel, zo moeten we nog heel eventjes wachten... Totdat het voor mij dan, ja, ditgene hier gaat beginnen of wat dan ook. Want je ziet dus allemaal mensen hier staan. Ik zag hier de tijd van 5 over 8. Dus we wachten hier maar gewoon nog eventjes. Danny heeft 3 stellingen in totaal, zoals we dus al zeiden. Waarvan er 2 een 1 tegen 1 zullen zijn. En ik wil gewoon lekker meteen van start gaan. En ik wil meneer Bartman en Fatje Gaming naar voren vragen. Dan heeft Danny voor jullie de eerste stelling waar we jullie over mogen debatteren. Heren, de eerste stelling van vanavond voor mij is, bedrijven zijn verplicht hun goederen voor minimaal voor 125% van de inkoopprijs te verkopen. Mijn stelling is, bedrijven zouden zelf mogen bepalen voor welk bedrag zij hun goederen verkopen, zelfs als dit onder de wettelijke 125% of onder de inkoopprijs is. Hele mond vol jongens, brand los. Hele mond vol. Zal ik beginnen? Ja Bart, mag. Nou, wat ik zoiets heb van... laat lekker zo zitten. 1. Dit voorkomt dat de prijzen genadeloos laag komen. Waardoor kleine level 1 bedrijven of level 2 of 3 bedrijven totaal niet kunnen opkomen of totaal niet kunnen verkopen. Omdat het voor hun simpelweg niet rendabel is om op ontzettend lage prijzen te gaan verkopen. Door deze 125% te hanteren, zorg je ervoor dat de spelers nog steeds op die zelfde lijn blijven met z'n allen, waardoor iedereen gewoon een eerlijke kans krijgt van elk level. Ik geef je daar helemaal gelijk in, want iedereen verdient dezelfde kans in Mindtopia. Het is niet omdat je een level 9 bent, dat je meer mag dan een level 1. Want als je als een level 9 inkoopt, die kopen waarschijnlijk veel meer in. Dus die kunnen ook voor veel lagere prijzen verkopen, omdat die toch altijd winst hebben op die goedkoop dat ze hebben.
Vooral level 1 moet veel meer moeite doen om dat eten te halen. Of zijn kleding. En heeft veel meer moeite om dat te verkopen. En als hij dan alles de prijzen naar beneden gaat brengen, gaan ze nog minder verdienen, waardoor ze eigenlijk nog minder kunnen doen. Daarin geef ik helemaal gelijk, Bart, ben ik mee in deze mening. Duidelijk, dank je. Oké. Nou ja, goed, we hebben inderdaad de verhalen van beide partijen gehoord. Ze zijn het uiteindelijk beide met de stelling eens. Dat kan natuurlijk ook voorkomen. Niet iedereen hoeft tegen elkaar te strijden, maar beide heren zijn het met de stelling eens. Bedankt Bart en Fatje Gaming. Geen probleem. Het volgende koppel dat naar voren komt is dan automatisch natuurlijk Groans en Curb. En dan heeft Danny een nieuwe stelling voor jullie. Ja, bijna elke speler in Mytopia zou natuurlijk wel heel graag een eigen bedrijf hebben. Mijn stelling is, voor beginnende spelers zou het makkelijker en goedkoper moeten worden om een bedrijf te starten. Dat is een goede kwestie, of een goede stelling, moet ik zeggen. Goedkoper een bedrijf starten zou misschien best wel een oplossing kunnen zijn om inderdaad lage levels te kunnen stimuleren om een bedrijf te beginnen. Dus dat is een hele goede, een heel goed idee om door te voeren. Maar zit je natuurlijk ook wel met het feit dat het eerlijk moet zijn voor iedereen. Als je de laag levels voortrekt, ja, wat is dan het doel om een level hoger te gaan? En ik weet niet, Casper, of jij hierop in wilt gaan? Nou ja, tuurlijk. Ik zeg eigenlijk zelf, het kan wel goedkoper gemaakt worden. Maar ik zou eigenlijk zelf een beetje meer aanmoedigen om eventueel leningen makkelijker te maken. Zo wat beter gegevens, want level 1 is ook makkelijker en beter een bedrijf kunnen beginnen. Maar ik zeg zelf, als je een beetje de beginners een betere kans geeft, bijvoorbeeld in Atlanta, kunnen ze eventueel later doorgroeien in de city. En dan hebben ze eventueel die voordeel niet nodig dat het makkelijker is. Maar als je zegt leningen, maar hoe denk je dat ze leningen terug gaan betalen? Nou ja, want dat is eerder een probleem geweest dat leningen, natuurlijk leningen werden wel aangevraagd en ze kregen ook wel het geld, maar het werd nooit terugbetaald of het geld kwam niet meer terecht. Ja, dat is meer ook aan de bank. Laat me zeggen, zoals een bank, je kan zelf een bedrijf keuren van hey, is het idee goed of zijn die spelers een beetje vertrouwbaar om het te gaan doen? Stel nou heb je iemand die een bedrijfsplan heeft wat nergens op slaat, dan kan de bank altijd zeggen van nou, we doen het eigenlijk niet. Maar stel nou heb jij een goed uitgewerkt plan en je kan jou goed opstellen dat je dan eventueel wel gewoon de lening krijgt en dat de bank inderdaad ook moet vertrouwen dat je de lening terugbetaalt. Maar, en hoe wil je dat dan doen voor level 1 spelers? Want als level 1 speler kan je vrij moeilijk kijken van die persoon die zit, die is al 30 dagen in totaal online, dus die zal waarschijnlijk die heeft veel meer om te verliezen, dus die zal zich waarschijnlijk veel eerder aan een lening houden dan op het moment dat iemand die een uur online is geweest een lening gaat aanvragen. Nou ja, het gaat. Ik ga er vanuit, al begin je een bedrijf, dat je natuurlijk wel mijn Mytopia mee actief speelt en dat je het ook serieus wil gaan beginnen, dat zelf op een probleem niet zal liggen. Ja, nou ja, ik denk niet dat leningen de oplossing zijn, want je kan niet goed meten of die lening terug wordt betaald. Sorry. Maar we wijken heel erg af van het onderwerp, jongens. We hebben het nu over leningen en dan gaan we richting financiën. We waren bij economie gebleven. Klopt. Om dan terug te gaan naar de stelling, of het goedkoper moet worden om een bedrijf te starten. Maar in principe zou een lening dus wel een manier kunnen zijn, vandaar dat we ook zo waren geëindigd bij leningen. Maar ik denk niet dat bedrijven goedkoper maken een oplossing is, omdat het toch wel de game eerlijk moet zijn voor iedereen. Nou ja, ik geef zelf mee, maak het makkelijker om het begin en niet per se goedkoper. Duidelijk. Ja. Oké, beide heren, dank u wel. Jullie wel. Je mag terug gaan naar je plek. Danny, jij hebt als het goed is nog een andere stelling en die is voor alle vier de heren en die mogen daar vrij op reageren. Ja, klopt. Ik heb nog een mooie stelling voor alle vier de heren. De werkeloosheid in Mytopia is vaak een groot probleem. Mijn vraag aan jullie is, hoe zouden jullie meer banen gaan en willen creëren? Dus hoe wil je letterlijk de werkgelegenheid hoger maken binnen Mytopia? Zou ik als eerste mogen antwoorden? Je mag blijven staan op je plek. Ik zou als eerste de werkloosheidsinstantie willen introduceren. Die gaat zorgen dat level 1 spelers zich kunnen aanmelden. En hun gekwalificeerde taak kunnen invoeren. Wat ze allemaal kunnen, wat ze willen doen, welke leeftijd dat ze zijn. Eigenlijk heel hun info. En dat dan bedrijven die zich ermee willen aanwerken aan dat
waarschijnlijk een staatsbedrijf dat ik wil incasseren, kunnen zich daar dan bij inschrijven ook. En kunnen dan daar aan de hand van worden dan spelers doorgestuurd. En dat kan ook dan op een korte termijn zijn. Dat die mensen maar een week iemand nodig hebben omdat hun beste vriend op vakantie is in een winkel werkt, kunnen ze een week mensen doorgebruiken in die winkel aan het werkloosinstantie. En daardoor dat mensen in plaats van dat ze dan zitten te burpen, kunnen er toch wel heel veel dan gaan werken. Maar daardoor zal de werkgelegenheid gok ik niet groeien. Wordt het alleen wellicht iets makkelijker om een baan te vinden. Maar op dat moment, ik ben ervan verzekerd dat als mensen actieve voedselwinkels zijn, dan gaat de werkgelegenheid ook makkelijker verbeteren. Want mensen gaan makkelijker een voedselwinkel beginnen als ze weten dat ze actief kunnen zijn. Dat ze weten dat er mensen zijn die serieus willen helpen. Want ik ken heel veel voedselwinkels die op dit moment gewoon gesloten zijn, die waarschijnlijk worden ingepakt, waardoor de werkgelegenheid vermindert, omdat ze gewoon niet actief genoeg zijn. Oké, duidelijk. Dank je, Fatje. Als ik op je mag zou mogen gaan. Zeker. Ik zou graag de werkloosheid verminderen door banen te creëren op een manier zoals beschreven staat in mijn partijpunten. Namelijk door plotverkoop via een tweede persoon te doen, een tussenpersoon. Zo zal er, en dan eigenlijk is dat een makelaar. Nou, dat staat helemaal beschreven in mijn partijdocument. Maar het komt erop neer dat die persoon dan ook geld ontvangt voor de onderhandeling, voor de overdracht. En dat zo ook op zo'n manier, dus door dat extra roleplay in toe te voegen in de game, zo ontstaat er eigenlijk een extra game. Fuck, oh, aanslag is begonnen. Fuck. Oké, we zijn inderdaad in ieder geval achter jongens. Okay, schiet. Go. Je moet schieten. Okay. Ik moet gaan. Fuck. Het was gewoon een aanslag. Ik had het kunnen weten. Go. Ik ren gewoon keihard met ze mee. Gewoon alsof ik niks mee te maken heb. Ik weet niet eens wie ik heb geraakt. Wegwezen hier. Fuck. Waar staat mijn helikopter? Hier staat mijn helikopter. We kunnen hier naar binnen, jongens. Let's go. Achter. Oké, nu snel doorvliegen, snel voordat ze hier alle wegen afzetten en terug naar Mytopia. What the fuck?